Welkom bij Denise Bedeli, ik ben Daily Coffee Coach en Energy Reader. En ik ga even kijken hoe het vandaag gaat met jouw persoon. Dit is een hele korte reading voor jou over jouw persoon. Hoe het met hem gaat, jullie situatie, wat je van hem kan verwachten, zo'n beetje. Daarnaast heb ik op dit moment, omdat mijn dochtertje 1 wordt, een hele leuke korting. Alle informatie over die korting. Het zijn op verschillende readings, heb ik verschillende kortings, vind je onder deze video. Heb je daar vragen over, neem contact met me op. En uiteraard een dikke, dikke knuffel en natuurlijk een stevig knuffel met een hele grote dankjewel van mij aan mijn YouTube community, mijn familie. Ik heb altijd gezegd dat ik nog steeds live kom. Gaan we ook doen. Ik ga hem echt nu inplannen. Ik ben nog nooit live geweest hier op YouTube. Dus ik moet het gewoon echt ook een keer gaan doen. Dus dat gaan we doen. Maar allereerst natuurlijk hartelijk dank aan al mijn abonnees. Iedereen die dit kanaal steunt. En iedereen die mij ook volgt op Instagram. Doe je dat nog niet, volg me daar ook. En abonneer je op mijn YouTube kanaal. En vergeet niet te liken. Want hoe meer je liked of te delen. En hoe meer je mijn readings deelt met anderen die er iets aan hebben. Des te vaker YouTube ook alles deelt van mij. Oké. We gaan even kijken en ik wil het best mogelijke scenario, resonerende scenario's. Oh my god, the Ten of Cups, the Wheel of Fortune, met de Zeven van Pentakels. Ik heb het idee dat je met iemand te maken hebt die enorm veel aan je denkt. En waar denkt die persoon aan? Die persoon denkt aan een gelukkige periode met jou. En die hoopt eigenlijk dat het lot jullie weer bij elkaar brengt. Of dat het lot ervoor zorgt dat jullie weer met elkaar gaan zijn. Het is alsof deze persoon zit te wachten op iets. Dat het universum iets doet of zo. Of op een kans om dit met jou te creëren. Om dit met jou te hebben. Dat is een beetje wat ik... Kijk eens hier. Het is de King of Coins, dus je kan te maken hebben met een stier. Daarnaast ligt de Devil, dus het is een beetje een obsessieve gedachte. Of iemand die, ja, het klinkt misschien heel raar, maar die is ergens naartoe gegaan om ja, het lot een beetje te manipuleren. Dus het kan best zijn dat iemand, ja, soort van, ik wil niet zeggen zwarte magie, maar het kan zwarte magie zijn. Of dat iemand op andere manieren het lot wil beïnvloeden. Alleen ze pakken dan niet de normale gang van zaken, dus door gewoon, ja, te manifesteren. Dit gaat over hele zware, een beetje obsessieve energie, een beetje demonische energie. Het is een beetje dwingend ook, dus het kan best zijn dat iemand of naar een reader is gegaan, of naar iemand die magie doet, om dat te regelen. De Empress ligt daaronder, dus ze willen een nieuw begin met jou, of ze zien jou als de keizerin. En daar heb je hem hoor, de Ace of Cups. Het is iemand met heel veel gevoelens voor jou. En die graag met jou wilt zijn. Het is iemand die heel veel in zijn gedachten is. Deze persoon fantaseert heel veel over jou. Die denkt ook heel veel aan jou. En ja, dus goed. Maar dan is het ook wel interessant van, hè, wat gaat iemand doen met al deze gedachten? Het kan ook zijn dat iemand is... waar je een karmische, toch wel een soort van karmische connectie mee hebt. Het kan tweelingzielenconnectie zijn, het kan soulmate. Er zit iets toxisch in jullie connectie. En als het niet toxisch is, dan is het een stukje obsessiviteit. Dat deze persoon heel obsessief met jou bezig is. Deze persoon ziet jou echt wel als de hoofdprijs. Ziet jou als een keizerin, maar zelf komt hij eruit als een koning. Dus jullie zitten nog niet op hetzelfde level. Of hij zet jou op een voetstuk. Dat kan natuurlijk ook. En als het niks te maken heeft met obsessiviteit, black magic of whatever. Dan kan het zijn dat deze persoon heel veel angst heeft om uiteindelijk met jou samen te komen. Nogmaals, jij bent de keizerin. Ja? Hij is een koning. Een keizerin kan niet met een koning, hè? Hierarchisch gezien gaat dat niet. Dan moet de koning ook een keizer worden. Of de keizerin moet haar titel inleveren en die moet dan een koningin worden. Dus die gaat dan in, volgens Tarot een stapje terug. Dus we gaan even kijken wat hier ligt. Je kan te maken hebben met een stier of een aardeteken. Je kan te maken hebben, dit is ook de kaart van stier of weegschaal. De duivel is steenbok. Dus er ligt heel veel aarde hier. Het
wie hebben we te maken? En hè, wat kan je van deze persoon verwachten de komende periode? Blijft het in zijn gedachten hangen? Of gaat deze meneer of mevrouw actie ondernemen? Oh my god, de Knight of Pentacles. De Knight of Pentacles is de meest trage ridder in het deck. Dus het kan zijn dat je met iemand te maken hebt waarbij de situatie al heel lang gaat zoals die gaat. Kabbelend. Er is niet heel veel beweging. Dus deze persoon denkt al heel lang, al heel veel jaren aan jou. Dit is een situatie wat al heel lang zo is. Er gebeurt dus eigenlijk niks. De Six of Wands ligt hier. De Six of Wands is de kaart van overwinning of ego. Dus we gaan straks kijken wat dat betekent. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dat goud met het licht voor mij, dat is geen goed. En de King of Swords ligt ernaast. Dus het is iemand die vooral in zijn hoofd zit. Waar je heel erg veel telepathisch contact mee hebt. Maar volgens mij gebeurt er verder niks. In de actie in de 3D. De Eight of Pentacles ligt onder de Knight of Pentacles. Dus deze persoon wil eigenlijk best wel investeren. Die wil er ook aan gaan werken. Maar misschien is hij aan het nadenken van hoe hij dit moet gaan aanpakken met jou. Als je in een relatie zit met deze persoon, dan kan het zijn dat je met iemand te maken hebt waar je al heel lang een beetje in een soortzelfde relatie mee zit, mee hebt. En deze persoon houdt wel heel veel van jou, maar die laat dat niet echt merken en blijken. En ik heb het gevoel dat alsof je dat een beetje zat bent. De Seven of Cups, hij kwam er omgekeerd uit. Dus het kan best zijn dat deze meneer zelf niet zo goed weet wat hij moet doen. Of er zijn meerdere partijen waar hij uit kan kiezen. Of hij heeft te maken met meerdere situaties of meerdere zaken die hem ervan weerhouden om contact met je op te nemen. Of nogmaals, is iemand die heel veel droomt over de connectie, maar niks doet. En hij komt er nu uit als de King of Cups. Oké. Of je hebt te maken met meerdere mensen. Je hebt te maken met 3 mannen in je leven. En bij alle 3 de personen is dit de situatie. Geen één neemt echt actie, onderneemt echt actie. Ze willen wel allemaal, maar er gebeurt verder niks. Of het is jijzelf die ervoor zorgt dat er niks gebeurt. Omdat je dus een keuze mag maken over deze personen. En als het niet zo is, hè, want het schetst meerdere scenario's, dan kan het zijn dat jouw persoon, ja, want alle ridders liggen hier, of alle koningen liggen hier bedoel ik, sorry, dat jouw persoon van iemand die tactisch, strategisch, een beetje afstandelijk is, die de King of Wands ligt alleen hier niet. Die mis je. Ja, dus iemand die wat afstandelijk is, wat beheerst is. En heel erg geaard, maar ook heel traag in zijn doen en laten. Toch aan jou gaat laten zien dat hij van je houdt. En dat hij wat meer zich gaat uitspreken. Dus er zit een verandering hier in het gedrag van de persoon met wie je te maken hebt. En misschien is dat wel de doorbraak wat je niet ziet aankomen. Dat je al heel lang in deze situatie zit met deze persoon. En dat is dus dat deze persoon zich eindelijk gaat openstellen en zijn verhaal gaat doen. De Wheel of Fortune ligt eronder. Dus het kan best zijn, hè, het wiel hadden we ook hier. Het kan best zijn dat eindelijk dingen gaan veranderen in jouw connectie. En dat die eindelijk zich gaat uitspreken en gaat vertellen en laat zien aan jou dat hij echt wel gevoelens voor je heeft. Dus dat is een beetje misschien wel de surprise wat je kan gaan verwachten de komende periode van deze persoon. Wat je dus niet zou verwachten, omdat je zit al heel lang in deze ik voel van alles voor je, maar ik ga het je niet vertellen situatie. Of ik vind je helemaal het einde, de wereld. Je bent mijn droomvrouw, maar oh my god, I don't know. Ik weet niet hoe ik je moet vertellen, situatie. Of ik ben al zo lang gek op je, ik zit al zo lang op je te wachten, maar ik neem geen actie, situatie. Of als je in een relatie zit, wij zijn al zo lang met elkaar, lieve schat. Ik heb eigenlijk nooit aan je verteld. Soms laten mannen dat gewoon zien met hun acties. Dus je weet het, dus dat hij van je houdt. En hij weet dat jij het belangrijk vindt dat hij dat zegt. Dus dan is het eindelijk na al die jaren, lieve schat, ga ik wat meer aan jou laten zien in mijn gedrag. Door middel van
er jouw liefdestaal aan te houden door het uit te spreken. Dan ga ik wat meer aan jou vertellen wat ik van je haal. Dus er gaat iets gebeuren wat je totaal niet had verwacht. Wat je totaal niet ziet aankomen in verandering in het gedrag van jouw persoon. Dit zijn te veel kaarten. Ik ga even nog één keer schudden. Voordat ik de reading afrond. Nee, nou, ik krijg maar geen één kaart. Dus misschien moet ik een ander deck gebruiken. Is dat de boodschap? Ja, dus ik denk dat dat de boodschap is. Dat ik gewoon echt een ander deck moet pakken. Want ik krijg steeds meerdere kaarten. Maar ik wil er maar één. Nog één kaart voor deze situatie. Van jouw persoon. Wauw, mooi. Blessings. Ja, en er staat op, you're being showered with light. Your creativity is being stirred, activated, set alight. An endless stream of rainbow color stems from your heart. Ik denk gewoon dat jij echt wel eindelijk, na al die jaren, na al die tijd, gaat jouw persoon aan jou vertellen hoeveel die van je houdt, of dat die gek op je is, of dat die voor je wil gaan. Want dat is die emotional breakthrough wat hier ligt. Hè. Er staat ook van emotional transformation, release freedom. It's safe for you to express how you feel. Let it all out. Relationship deepen as a result. Dus ik denk dat jij binnenkort, misschien dit weekend al, te maken hebt met iemand die zich gaat uiten. Die uiteindelijk na al die tijd, na al die jaar gaat vertellen wat hij voor je voelt. Als het gebeurt, laat het me weten. Als het gebeurt, waardeer het. Ga niet lopen mopperen, klagen van nou, na al die jaar. Nee, ontvang het. Wees er blij mee als dat, hè, als je er blij mee kan zijn dan. Laat het vooral merken aan die persoon. Want ik denk dat deze persoon hier heel lang op heeft gewacht. En dat hij eindelijk alle moed bij elkaar verzamelt om jou te benaderen. Ik hoop dat je iets aan hebt gehad. En ik wens jullie een hele mooie connectie. En hou me op de hoogte. Ik wil alles weten natuurlijk.